Hoi en welkom bij een video waarin we gaan kijken naar wat tips en tricks rondom de Microsoft Teams chat. Gisteren heb ik een video geplaatst met nieuwe functionaliteit waarbij je je chat uit de Teams venster kan halen. Daar heb ik wat tips voor, ook wat andere algemene tips. Ik heb hier op een briefje wat geheugensteuntjes geplaatst, dus we gaan eens even kijken wat er allemaal mogelijk is. Dit is mijn Teams omgeving. En vervolgens, als ik nou een chat zou willen hebben en ik zit hier gewoon in een kanaal. Hè? Ik zit hier in een team en ik zit hier in het kanaal algemeen. Hier heeft Max die even wat geplaatst. Stel ik dubbelklik hier op zijn profielfoto. Dan zie je dat hier direct een pop-out venster wordt gemaakt. Ja, dus op deze manier kun je heel snel een chat openen met iemand vanuit een Teams omgeving. Wat je ook nog zou kunnen doen, en dat is het multitasken in mijn beleving. Ik zet hem hier naartoe. Maar dit werkt alleen als je meerdere schermen hebt natuurlijk. En zo heb ik de chat op het ene scherm en mijn Teams omgeving op het andere. Nou, ik haal eventjes de chat weg op het andere scherm. Ik ga even terug naar mijn algemene scherm. Stel ik zou heel snel naar de chat willen. Dat kan heel simpel door de Ctrl-toets één keer druk te houden en 2. Op het moment dat ik dat doe, dan ga ik direct naar het chatvenster. Nou, dat is ook een tip. Wat je vervolgens ook nog zou kunnen doen, en dan ga ik toch even terug naar mijn Teams. Ik doe Ctrl en dan de E van Eduard. Vervolgens tik ik hier een naam en heb ik hier Max van Hattem. Ik klik daarop en ik kom direct in de chat met Max. Dus op deze manier kan ik de zoek- of de opdrachtenbalk gebruiken om direct in de chat te gaan. Je kan deze ook gebruiken om de pop-out venster te gaan activeren. Ik ga even terug naar mijn Teams. Ik klik vervolgens op Ctrl-E. Ik ga nou direct naar dat zoekbalk. Ik typ in slash pop. En dan de persoon. Dat is in dit geval Max. Ik klik enter en vervolgens heb ik een pop-out chat met Max. Nou, stel ik ga een berichtje typen. Hallo Max, en ik doe bewust eventjes een typfout. En dit is ook een leuke, smileys die je kan triggeren in jouw chat. Op het moment dat ik de dubbele punt doe en ik doe bijvoorbeeld de L van laughing. Dan heb ik hier alle emojis die ik kan selecteren die beginnen met de L. Ja, dus ik kan hier met mijn toetsenbord naar de laughing, klik op enter en heb ik hier die emoji toegevoegd. Nou, ik verstuur deze chat en ik zie dat hier een tikfout is gemaakt. Wat ik nu kan doen is 2 keer pijltje omhoog. Dan kom ik direct in de bewerkfunctie. Ik kan hier naartoe, ik klik die extra L, doe enter en ik heb mijn bericht bewerkt. Nou, dit waren in mijn beleving wat extra tips die jou kunnen helpen om sneller te werken met chat. Vind je dit soort video's interessant? Abonneer je alsjeblieft even op dit kanaal. Dat helpt mij om dit kanaal verder uit te bouwen en om meer mensen te gaan helpen. Bedank ik je nu voor het kijken naar deze video en ik zie je heel graag terug in de volgende. Tot ziens!